1854. 1854. Opperhoofd Seattle van de Dwami-stam richt zich tot de Amerikaanse regering en komt met de volgende toespraak. Dit glinsterende water dat stroomt in beken en rivieren is niet zomaar water. Het is het bloed van onze voorouders. Dit murmelende water is de stem van mijn vaders vader. Rivieren lessen onze dorst, dragen onze kano's, voeden onze kinderen. De geurende bloemen zijn onze zusters. Het rendier, het paard, de grote adelaar, onze broeders. De schuimkoppen in de rivier, het sap van de wijde bloemen, het zweet. Als dus het grote opperhoofd in Washington laat zeggen dat hij ons land wil kopen, vraagt hij wel veel van ons. Hoe kun je de lucht bezitten? En de
samen. De aarde behoort niet aan de mens. De mens behoort aan de aarde. Hoe kun je de lucht bezitten? Wat heeft het leven?